Berry Plaza doen wij diverse onderzoeken in aardbeien. Dat gaat van rassenproeven op het leren telen van rassen tot Vitoftra-beheersing. Er gebeurt best veel op deze locatie. De dag staat eigenlijk in het teken van de communicatie rondom de proeven die plaatsvinden. En op deze manier proberen we toch onze klanten, de betrokken partijen, toch op de hoogte te brengen van wat hier speelt. En om dat samen naar een hoger niveau te trekken. We zijn 3-4 jaar geleden gevraagd of dat we een proefbedrijf voor het Delftjebouw worden. Een middag over na moeten denken, maar ja, het is het dan toch geworden. En er liggen diverse proeven. En dan willen we eigenlijk een keer Delfi laten kijken van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus op die manier zijn we nou hier terechtgekomen. Onderzoeksvragen die in de praktijk leven, hè, dus waar men eigenlijk op vrij korte termijn ook antwoorden op wil hebben, proberen we hier wat te testen en uit te zetten om ook als het kan op maat gesneden antwoorden te geven voor de praktijk waar die vragen liggen. Ik heb het altijd gewoon leuk gevonden om die proeven te doen. Gewoon voor mezelf te kijken van word ik daar slimmer van, waar kunnen we de teelt nog verder mee vooruit helpen. Ja, dit is eigenlijk gewoon een stapje verder. Dit jaar hebben wij op Berry Plaza 15 verschillende rassen liggen. Het is geen doel om rassen te vergelijken. We willen graag rassen leren telen en daar is kennis voor nodig. We willen graag de voortgang laten zien en natuurlijk Delfi is niet alleen kennisontwikkeling, ook kennisverspreiding. Dus dat hoort bij het werk wat wij doen. Kijk, wij proberen een brug te slaan en middels ons teamoverleg en onderlinge overleggen krijgt de onderzoeker natuurlijk heel veel input wat de vragen zijn. Hij probeert het te vertalen in een soort projectplan. En probeert er ook financiering bij te zoeken. Hè? Onderzoek is van zichzelf heel belangrijk om nieuwe kennis op te doen. Als je niet communiceert, dan kom je ook niet verder. Dus ik denk dat de koppeling tussen communicatie en onderzoek, dat in deze wereld heel erg van belang is.